Hallo. Ik zit te wachten op de man die het werk doet hier. En dan gaan we weer verder. In wat voor wereld ben ik hier terechtgekomen? Ja. In een circuswereld en een variétéwereld. Wat ik in de Casablanca had in Amsterdam. En ik heb alle spullen die in de Casablanca zaten vorig jaar, heb ik hiermee naartoe genomen. Ja, ik ben hier heel langzaam bezig iets nieuws te doen. Dit wordt uiteindelijk een soort van filmhoek. En dan komt daar een soort van, net als in de Casablanca in het theatertje boven, een soort van filmwand met een projector. Dan kunnen de mensen, want ik heb ook de grootste collectie videobanden en dvd's van circus en van snip en snap en van allerlei soorten revues, kunnen mensen gewoon via dat scherm kunnen ze kijken. Kijk hier heb ik, hier staat mijn hele collectie. Mijn hele collectie circus spullen. Helemaal. Dit was bedoeld als podiumtje en daarachter de kleedkamer. En deze schilderijen, ja, dat zijn schilderijen die ik in de loop der tijd heb verzameld. En dit zou dan een toneel worden. En hier ben ik aan het realiseren een keuken. En uiteindelijk deze piano, wat de piano was van het Russisch staatscircus, die zou hier komen te staan. Oh, die komt hier te staan. En dat is een piano wat in een clowns act gebruikt werd. Die piano, als je aan een touwtje trok, dan viel hij uit elkaar. Die heb ik gekregen van het Russisch staatscircus. En ik heb het touwtje eruit laten halen en ik heb de piano helemaal laten opknappen. Dus je kan er weer gewoon mee spelen. Dus ja, dit is eigenlijk wat ik ontzettend leuk vind. Maar ik heb geen haast. Ik doe dat gewoon heel simpel. Ja, hobby. Hobby vind ik altijd een soort van oude lullen gedachte. Nee, ik wil het niet als hobby zien. Ik wil het als een soort van uiting geven van mijn leven. Het is een hobby, maar dat vind ik oud en stoffig klinken. Ik wil er eigenlijk het liefst iets van maken. Dus een soort van restaurant. En ik had een idee om een soort van club te maken of zoiets dergelijks. Van 50-plussers. Die 's middags lekker ergens wilden zitten. Een lunchje hebben. En ook het theatertje wilde zien, want ik wilde dus mijn artiesten die ik in Casablanca had in Amsterdam, wilde ik er uitnodigen om hier een te doen. Je bent ooit eens aangestoken geraakt door het circus. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg mooi om mensen die tenten zien opbouwen. Het werk wat ze eraan hebben. Dat soort dingen, dat vind ik echt. Dus het is mij niet alleen om de nummers te doen. Het gaat om de way of life. Het is. Kijk, in het circus was hiërarchie. De baas was de baas. Dus alles, dat draaide allemaal om elkaar heen. En het was fantastisch. Het is allemaal weg. Door die dieren afzeggen. Er is geen circus, groot circus meer in Nederland. Ik ga ook altijd over de hele Europa naar de circus toe. Maar dit zijn dus ook allemaal reliquieën uit circussen? Ja, ja, ja. Ja. Maar dit het lijkt me uniek in de wereld. Dat is het ook wel, ja. Ik ben eigenlijk heel erg goed met alle circussen in Europa. En vooral met circus in Nederland. Dat zijn eigenlijk persoonlijke goede vrienden van me. En ik ga elk jaar als speciale gast naar het circusfestival in Monaco. Daar heb ik een speciaal kaartje voor. Dat ligt boven. En dan kan ik overal komen. Die hele gang is natuurlijk met allemaal posters. Vindt iedereen wel zonde omdat je ze er niet eraf kan halen.
Maar als ik ze niet kan zien, dan vind ik het ook zonde, want dan ligt het opgeslagen en dan heb ik er niks aan. Nu ben ik bezig met het aan het opbouwen van een soort van restaurant. Ja, misschien eet ik er wel in mijn eentje of zo. Of misschien eet ik er wel met mijn vrienden alleen. Uit Amsterdam. Misschien vraag ik mijn oude kok wel om hier te koken. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Toen nodig ik allerlei mensen uit. Omdat ik hem toch nog door moest betalen. Ik ben onafhankelijk. Ik kan dus doen en laten wat ik wil. Maar soms dan gaat het niet zoals ik wil. Zoals dit restaurant. Weet niet of het nog wel van de grond komt. Hoezo? Nou ja, ik heb boven het nieuwe dak. En het ziet er echt prachtig uit. En daar heb ik allemaal planten en bomen en zo opgezet om het een beetje mooi op te floren. En zodat de mensen op het oude dakterras konden zitten waar ik dan vergunning voor had. Maar een buurvrouw, die vindt dat, die heeft de milieudienst gebeld. En de milieudienst wil de planten en bomen van de dak af hebben. Is dat zeker? Nou ja, ik heb gezegd tegen ze, hij heeft foto's genomen, dus hij gaat het bespreken en dan laat hij het me weten. En als die planten eraf moeten, dan moeten ze dus op het oude dak. Nou, dan gaat het hele feest niet door. Dan ga je gewoon dit niet openen? Nee, ga ik niet open. Ga ik niet open, ga ik geen leuk ding doen hier. Ga ik geen ding voor oudere mensen bedenken enzovoort met een lunchrestaurant. Dan ga ik gewoon genieten van mijn pensioen. Dan richt ik dit hier in en dan ga ik hier lekker in mijn eentje zitten eten. Of met een paar mensen die ik leuk vind. Of ik ga boven op het dak zitten eten, dat kan. Maar ik ben een beetje verknocht geraakt aan het restaurant. Want ook daar heb ik natuurlijk weer een mening over. Die moderne restaurants met al die liflafjes. Dat is niks voor mij. Ik wil gewoon een stevige biefstuk hebben. En ik wil een mooie tong hebben. En ik wil kreeftensoep voor hebben. En al dat soort dingen wil ik. Ik wil geen modern restaurant. Ik wil gewoon een ouderwets restaurant waar mensen allemaal heel lekker eten. Met lekkere patatjes. Vlaanderen. Dus als dat nou niet kan, nou, dan doe ik het niet. Dan huur ik mijn kok in. En dan laat ik eten maken voor een paar mensen. Die lekker op mijn terrasje mogen komen zitten eten. Vind ik ook goed hoor, maakt me niks uit. Het is alleen jammer voor mijn artiesten. Want de Casablanca was natuurlijk een huis. Een min of meer huis voor mijn artiesten. En ja, als ik niks meer heb, kan ik ze ook geen werk meer geven. En dat vind ik zonde. Welke artiesten heb je? Nou, ik had natuurlijk Celsius. Ik had Hansje Ravenstein. Ik had Mario Metje. Dames en heren, er wordt één fout altijd gemaakt. De duivel wordt niet uitgenodigd. Magic. Veel van u kennen mij als de man van de whisky en gewoon gewacht. Is dat niet helemaal leuk? Die handkerchief is hot en sick. You see, it's fun. Ja, die trad ook op in de Casablanca. Ja, dat was altijd hilarisch. Dat was altijd. Wat deed hij nog op? Ik heb niet zoveel contact meer sinds corona met Dick. Omdat we eigenlijk alle twee een beetje bang zijn. Uh-huh. Maar dat gaat wel weer komen. Hij is een clown.
Ja, hij is een soort van clown. Het is een hele goede clown, maar hij is ook een soort van conferencier. We hebben in Amsterdam hebben we 15 jaar circus gedaan op de Nieuwmarkt. 15 jaar circus gedaan op de Nieuwmarkt. Nou, je had ook een tent. Ja, ik had die tent op de Nieuwmarkt, die was eerst van Dick en die heb ik later gekocht. En dus de tent zat stampend vol. En dat was werkelijk fantastisch. Dick woont hier vlakbij, hè? Ja, Dick woont in het centrum. Maar hij heeft vroeger Old Vienna gehad. Iedereen kent hem wel van Old Vienna. En hij heeft natuurlijk Café de Harlekijn gehad. We hebben ook nog twee keer wintercircus gedaan hier in Zandvoort met elkaar. Dit is een museum en er staat buiten dat je gewoon naar binnen kan. Ja, kan ook. Ik had eerst een museum erin gemaakt voordat ik het dak ging doen. Maar dan moesten de mensen even bellen. En dan zorgde ik dat ik er was en dan leidde ik hun rond. Zullen we even naar het dak gaan? Ja. Ik doe even de deur dicht. Ja. Ik ga op een stoeltje. Het stoeltje moet er boven toe verduidelijk knoppen zitten, anders kan je er niet lang lopen. Arnold, wil je koffie? Ja. Dit stoeltje had ik laten maken voor mijn vader en mijn moeder. Zodat ze met die stoel van boven naar beneden konden. Dit is het terras. Ja, kijk, wat nou de bedoeling was, dat dit terras, dat loopt naar die afgang, dat dit helemaal vrij kwam. Die trap, die komt hier omhoog. Dan kom je in principe direct op het terras. En dan kan je dus, als dit helemaal vrij is, kan je hier tafeltjes en stoeltjes neerzetten. En dan kan je dan mensen uitnodigen om te eten. Als je dan een soort van club heb, die van vriendelijke oude mensen die een borreltje lusten en die 's middags wat te doen willen hebben en niet zich te pleuren vervelen, dan zou dit hier kunnen. Maar dan moeten die planten moeten op het dak blijven. Dit is Karin. Hallo. De circuspaarden die in het theatertje stonden, is in Casablanca, die staan nu hier. Nou heb ik iemand van de milieudienst gehad, omdat een buurvrouw geklaagd heeft, dat ze wil die planten niet op het dak hebben. Dus die planten, al die planten moeten dus op dit dak komen. Nou, dan kan je er niet meer zitten, dus dan gaat het hele verhaal niet door. Nou, dan doe ik gewoon niks. Maar je kan niet stilzitten. Nee, dan ga ik wat anders doen. Maar ja, ik begrijp niet wat ze erop tegen hebben, want in principe stonden de planten stonden al op het dak. Als het zo is, dan is het zo en dan kan het niet anders, helaas.
En die had een heleboel dochters. En die dochters traden natuurlijk ook op. En dat was lekker goedkoop, Oost-Duits en een boel dochters. En hij had varkens. En het kompas wees altijd naar mijn portable radio toe. Dus in plaats dat we moesten uitkomen bij Zandvoort, kwamen we uit bij Den Helder.